Nee, dit maken wij niet vaak mee, hè? Kijk nou even. Hij staat er net op de ruit. Ja, hij was hartstikke schoon, man. Godverdomme. Wat is er gebeurd? Niks. Kijk eens. Oh. Hij is bijna schoon. Ja, ik moet zo en ik ga zo naar de seps. Ja. De laatste dag van 2022. Ja, busjes gepakt. Het is een gekkenhuis. Het is echt een gekkenhuis. Ja, het is de laatste dag dat de mensen dus kunnen tanken met de korting. Klopt. Dat hebben wij gelukkig gisteren al gedaan. Misschien dat we, voordat we op locatie zijn, nog even vol moeten tanken. Dat is misschien een optie. Kunnen we doen. Wat gaan we doen? Wij gaan lekker de drukte ontvluchten. En we nemen het busje mee naar grote hoogte of lage laagte. Als dat Nederlands is. Ja. En dan gaan wij heerlijk samen oud en nieuw doorbrengen. Ja. Dus, waar gaan we heen? Dat is het eerste was plan. We gaan eerst kijken. Ik zal het zijn Spaans uitspreken. Oaxaca. Daar gaan we eerst heen. Daar Oaxaca. Gaan we eerst heen. Oftewel, wat de Amsterdammers onder ons zeggen, Mallorca. Mallorca. Daar dus, is dus het, Ferrero Kerstdorp. Ferrero Rocher Kerstdorp. Ik stap ondertussen in. Ja, ik ook. Het Ferrero Rocher Kerstdorp. En daar is dus vanavond live televisie. Dus wij denken bij live televisie dat er dus ook live vuurwerk is. Dat denk jij? Dat denk ik. Mijn aanname. Misschien toch Hollands. We gaan het beleven. Nou, we hebben de laatste boodschapjes in huis. Ik zal nog even mijn gordel aandoen. De webcam loopt. De dashcam. Die bedoel ik, de dashcam. Och, ik ben zo goed in woorden. Maar nu, met hoeveel graden op de teller? Even kijken. De tweede afrit nemen. Hier staat DW. Oh, nou. Kijk, hier staat... Ja, laten we hem even kijken. Even een liefdesbriefje achtergelaten voor onze grote vriend. En nu gaan we op reis. We hebben wat bewolking, maar... Sluier. Ja, sluierbewolking. 31 december. En wat geeft de teller aan? Nu is het 20 graden rond. Net 20,5, maar nu 20 graden. 20 graden rond. Half twee smiddags. Half twee smiddags. Nou, we zijn gearriveerd in de Oaxaca. En we gaan buiten het dorp om... Gaan we eens kijken of wij de een van de P's kunnen vinden en of het ons daar bevalt. Ruim links afslaan. De rotondes zijn in ieder geval erg leuk versierd. Ja, allemaal met kerstboomlampjes. De afrit nemen en daarna meteen schuin links afslaan. Yes. Toch de boondocks in het dorp. Dat is wel weer smal. Heel smal, ja. We hebben iets met die smalle wegetjes. Ja. Nou, we zitten bij mensen op een parkeerterrein. Het is verkeerd. Dit klopt niet. Nee. Omkeren indien mogelijk en daarna meteen scherp rechts afslaan. Oké, hadden we misschien een straatje verder gemoeten? Nee, hij zegt dat we op de route zaten. Oh? Ja, even kijken hoor. A few moments later. Nou, daar zijn we dan. Dit is Oaxaca, zoals de Spanjaarden het uitspreken. Daar beneden is een camperplaats. Maar die is volgens ons schots en scheef. Dus hebben wij ervoor gekozen om op een ordinaire parkeerplaats te gaan staan. Wij denken vrij veilig. Kijk eens, grote lichtpalen, lichtmasten. En daar staat busje. Er staan momenteel nog 3 andere campers hier. Dat geeft sowieso wel ook een veilig gevoel. Ik sta dus nu onder het parkeerdek waar wij staan. Waar wij dus ook mogen staan. Maar hier zit dus een toilet. Echt super netjes. Toiletpapier. Schoon. Nog schoon. Het is natuurlijk nog vroeg.
Maar super hoor. En dan ga je hier met een trappetje naar boven. Ik zal jullie even meenemen. En dan kom je dus op dat parkeerdek uit. Waar wij dan, als het goed is, een plekje voor de nacht hebben gevonden. We moeten dus, kijk, er staan hier nog meer campertjes. Dus wij denken dat het oké is. En daar is dan het stadje. We zijn echt zo benieuwd. We gaan eerst even een broodje eten. Dan gaan we het eens even verkennen. Spannend. En wij gaan eerst even de dorpje in. Kijken wat daar te doen is. En zodra we terugkomen en we hebben het gevoel dat het hier niet veilig zou zijn. Nou, dan gaan we weer. Maar kijk, als je zo kijkt, dan staan wij perfect, hè? Onder de palmbomen. Nou, jij bent al gekleed voor de winter, zie ik. Ja, ja. Kan voorbereid zijn. Kunnen we voorbereid zijn. We zitten in het dorpje Mohacar, 170 meter boven zee. En de vooruitzichten zijn dat het vannacht 8 tot 12 graden wordt. Dus dit is goed te doen hier, hè? Maar eerst het dorpje maar ontdekken, hè? Plan. Gaan we doen. We zijn even naar die parkeerplaats gelopen buiten het dorpje Mohacar. Maar kijk, het is echt zo scheef als een toeter, hoor. Behalve daar achter in het hoekje waar de meesten staan, daar ziet het er redelijk recht uit. Dus iemand die stelpoten heeft, die kan hier zo gaan staan. Maar volgens mij mag je hier geen kampeergedrag vertonen. Dus dat houdt in dat je ook geen blokjes mag gebruiken normaal. Nee, nee, dat mag helemaal niet. Mag helemaal volgens mij mag ik dat niet eens een zijraampje open doen. Nee. Officieel, ja, ja, ja. Maar goed, het is wel druk. Maar wij staan lekker recht met, ja, we hebben minder mooi uitzicht. Want kijk, ik zal even inzoomen. He, daarachter heb je de zee en je ziet mooie bergen en dat soort dingetjes. Maar wij zijn hier voor het dorpje zelf. Dus wij gaan het dat eens eventjes bekijken. Er zijn 3 wegen naar het centrum. Een steilpaadje, en daar zitten wij natuurlijk op. Je hebt ook een lange weg met een trap. En je hebt een lift. Kijk, zijn dit nou gewoon wild groeiende pepertjes? Ik denk het haast wel. En hier ook nog prachtige bloemen. Maar goed, ik sta op iemand zijn privéterrein. Nou, zo hoog, zo steil. Gaan de straatjes hier naar boven. Brigitte is al weggespurt. Alles is wit. Het is mooi gezicht. Natuurlijk meer toeristen. Want het is een toeristische attractie. Zoals je ziet, hier hangt heel veel kerstverlichting. Het is ook wel een heel mooi straatje met al die kleurtjes, bloemetjes. Dus hier zal het 's avonds wel mooi zijn. Ja, dat is blij. Even kijken. Ja, is goed. Dan gaan we weer omlaag. Daar gaan we weer omlaag. Eerst naar boven. Oké. Okay. Hier is een trap naar wat wij denken een pleintje met terrasjes. Even kijken. Ik zie al biertjes. Ja. En kijk nou. Hier hangt heel veel verlichting. Hier zal het vanavond wel feest zijn. Volgens mij zijn we in een Marokkaans tentje terechtgekomen, want er wordt heel mooi thee geschonken. Na een drankje bij een Marokkaanse tent, heel apart. Ik was even in de keuken, het rook super lekker. Maar we hebben al geluncht en wij gaan verder het dorpje ontdekken.
Daar links van de deur staat het typische teken van Mohakkar. Er schijnt een tijd geleden zo'n beeldje gevonden te zijn in een grot in de omgeving van Mohakkar. Ik kan me vaak herinneren gelezen te hebben dat er staat voor een regenboog. En de mensen hier hebben het aangenomen als het teken van geluk. Dus het schijnt dat in alle huizen zo'n... Kijk, hier staan ze ook. Zo'n tekentje staat. Ik vind het meer een mannetje met een regenboog misschien wel. Het schijnt dat in heel veel huizen zoiets te vinden is. En hier dus ook overal. Echt overal. Moet je daar kijken. Ik zoom eventjes in. Oepsala, daar staat er ook eentje. Het is hier ook weer mooi versierd. Ik loop even daar naar boven om jullie het uitzicht te laten zien. Nou, hier zie je dus de sponsor van al deze verlichting. En het uitzicht is zo. Het lijkt veel meer, maar we zijn hier 170 meter boven de zeespiegel. Weer zo'n smal straatje. We gaan eens even kijken wat deze mirador ons gaat brengen. Oh. Waarom gaat de wereld toch altijd omhoog? Dat is mooi gedaan. Je ziet in dit dorpje heel veel Moorse invloeden. Daar ben ik ondertussen wel achter. En van hieruit zie je dus Mohakkar Plaza. En ik heb gelezen dat daar de afgelopen 15 jaar of zo 2000 niet-Spaanse mensen zijn komen wonen. Allemaal daar aan die kuststrook. De achterkant van de kerk. Een mooi pleintje. En wederom een grote kerststal. Kijk, je ziet een van de drie koningen in het glas. Met zijn Iga. Hier is de vierde koning, mensen. Er gaat het gerucht dat er in elke kerststal ergens een poepend mannetje zou zitten. Ja, maar dat is met name Catalaans. We hebben een Puerto de Mazaron gevonden. Ja. Dus, Ton, let goed op dit beeld. En kom maar terug als je het poepende mannetje hebt gevonden. Vieze vooruit, dat zien jullie. Dus ik ga even aan de kant. We zijn weer onderweg vanuit Mohakkar. In het avondlicht. We gaan toch even bij het strand kijken hoe het daar is. Kijk, deze mevrouw. Die zagen we net boven in het dorp. En die was wel heel veel aan het Instagrammen. Dus misschien was ze wel bekend. Maar weet je wat ze doet? Wat deed ze? Volgens mij verkoopt ze siliconen.
Nou, ja. Nou, we hadden plekje 1 aan het strand. En nu plekje 2. Oh. We gaan even kijken of we recht staan. We staan wel redelijk aan een drukkere weg. Ah ja. Nou. Nou, we staan een klein beetje scheef. Klein beetje. Dan zeg ik, zullen we gewoon maar bubbel doen? Ik denk wel dat als je hier gaat staan, dat je niet boven moet gaan slapen, dat je beneden moet gaan slapen. Wat denk jij? Ja, het enige waar ik dan, hoe doe je dan het ontlukte? Gewoon het raam een klein stukje open of zo? Ja, raampje een spleetje open. Ah, zo. Ja. Oké. Okay. Nou, we kunnen altijd nog verkassen. En zo staan we dus. Aan de zee. En we zijn toch op een ander plekje aangekomen, mensen. Kijk, je hoort wel wat auto's. Hier loopt een weg achterlangs. Maar we hebben besloten dat we hier blijven voor de nacht. En speciaal een groet aan Audrey en Juri van Bodega 2020. Dus hiermee gaan we het oude jaar mee uitklinken. Op hun gezondheid. Proost. En dan pak ik de stoeltjes, die staan al klaar. En dan gaan wij lekker daar op het strand zitten. En met het buske op de achtergrond, onder de palmbomen, komt ze eraan. Gaan we hier zitten. En dit is ons uitzicht voor vanavond. Ik denk niet dat we aan die kant veel vuurwerk gaan zien. Maar dat is helemaal goed. Een handmade product. Handmade product. Juri, op jouw gezondheid. Stel dat je barbaren, hè, om dat niet in een champagneglas te doen. Och, maar dit smaakt fantastisch. Dit smaakt zeker. Geur alleen om. Vol fruit. Ik zeg proost. Wat hadden we een mooi jaar, hè? We hadden een heel mooi jaar. Ja. Op een mooi jaar, op een mooi oud jaar en op een heel goed nieuwjaar. En een gezond nieuwjaar voor jullie allemaal. Hoe leuk is dit eigenlijk, hè? Ondergaande zon in onze rug. En voor ons. We gaan koken in het buske. En de meeste mensen gaan uit eten en maken een 9-gangen diner. Ja, en wat doen wij? Pannenkoeken! Wij eten pannenkoeken! Gezellig, man! En terwijl onze keukenprinses een pannenkoekje staat te bakken. Dat wordt een zoete pannenkoek, denk ik. Ja, zoete. Zoete. Wat ga je erop doen? Of de jam van Bodega 2020 of agave, ik weet het nog niet. Ah, okay. Ga erover nadenken. Nou, terwijl dat pannenkoekje bezig is, is die van mij al klaar. Ik heb zelfs een paar hapjes genomen. Kijk, ik heb een heerlijke spekpannenkoek. En die eet ik lekker in het buske. Het zal lekker stinken hier. Het is echt een heerlijke puinhoop, mensen. Geweldig. Overal jassen, dekbed, kruiden, jam. Achterop nog een potje. Man. Het is afzien. Het enige nadeel van dit plekje is deze weg. Vrij drukke weg. Dus het wordt of oordopjes. Of misschien ook verplaatsen, maar dat zie ik niet zitten. Dus gaat het goed? Ja, ik ben de mise en place met schoonmaken aan het doen. De mise en place met schoonmaken. Nou, ik ga mijn pannenkoekje verder opeten. Op oudjaarsavond 2022. Nou, we gaan ons toch verplaatsen. Want het was toch wel heel veel herrie. Dus nu gaan we een soort van lichtjes toer doen. Ja, hier dat. En op. Dat business center heeft ook die gekke lichtjes. Dat, Op naar een ander plekje. Ja, maar we hebben vlekken. En ik zit op de lade, dus ik zit heel onhandig te doen. Let op. Ach ja, het leven van een vlogger. Het was
hartstikke leuk plek, joh. Hè. Zicht over zee, palmbomen, schitterend. Maar... Over 300 meter, neem op de rotonde de tweede afslag en rijd door op de A6111. Elke kwart seconde kwam er een auto voorbij. Ja, en dat, daar worden wij niet blij van. Nee, dat was zo intens. Ja. Nou, het is zover, hoor. We gaan de binnenstad in. Maar kijk eens. We gaan na 12 uur. Kijk eens wat hier staat. Is dit leuk. Leuk is dit. Nou, we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren. We gaan even kijken of dit voor luie mensen ook werkt. Wij zijn lui, wij zijn lui, wij zijn lui. In de lucht, in de... Oh, pas op, pas op. Nou, dit begint meteen goed. Kijk nou, wat leuk mensen. Kom je een heel klein steegje uit. Felizanjo. Geweldig. Gewoon een rots aan de ene kant en huisjes aan de andere kant. Wat leuk, hè? Maar dit hebben we vanmiddag niet gezien, hè? Nee. Nou. Leuk, we hadden nog eens. Kijk eens. Schitterend. Nou, we lopen even verder. Dit heeft echt een totaal andere sfeer nu dan vanmiddag. Daar hadden we echt zoiets van, oh, oké, dorpje, ja, leuk, klaar. Maar nu moet je toch kijken, wat leuk. Zo. Of er even wat lampjes branden hier, zeg. En dan heb je hier dat balkon. Waar we eerder waren, kijk, met de Ferrero Rocher bol. Dat is amper te zien zo, even kijken. Ja, jawel. Het hele dorp. Ja. Jeetje, wat een hoop lampjes. Oh, kijk daar, boven de straat. Nou, dit heeft wel sfeer nu. Ja, superleuk. Dat is mooi, hè? Ja, leuk hoor. Ja. Ach, ja. Glimmer. Nou, ik zeg... terrasje? Ja, goed plan. Oké. Nou, het is bijna middernacht van 2022 naar 2023. En dit wat je hier ziet trouwens, kijk eens, dat is een enorme rij mensen. Die gaan daar ginds naartoe waar de muziek vandaan komt. En dan halen ze een glaasje champagne op of kaba. Krijgen ze dat dan van de gemeente of zo? Ja, your guess is as good as mine. Ik zou het niet weten, maar drukte van je welste, die mensen. Dit plein was eerder helemaal leeg. Dus, nou, misschien moeten we in de rij gaan staan. We zijn in de rij gaan staan. Ja. Want het gerucht is dat we een gratis drankje krijgen. Ja, en dan blijven we Hollanders. Dan blijven we Hollanders. Dan gaan we in de rij. Maar we gaan zien. We gaan kijken wat het is. Het is zo, het is eigenlijk heel leuk. Ja, super. Ja. Lekker druk. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja, hoe leuk is dat, hè? Ben je in Mohakkar, zoals je dat moet uitspreken, geloof ik. Dan krijg je hier 12 druiven.
Dat is een traditie. Bij elke klokslag dadelijk om middernacht moet je een druivenje kanaaltje proppen. En je krijgt er een glas kava bij. Ja. En moet je kijken wat het druk is. Dit plein was eerder vandaag helemaal leeg. Ja. Wat een sfeer. En denk je nou dat we de alcohol of de alcoholvrije sect hebben? Nee, wij gaan aftellen. Ja. Nog een paar minuutjes, ja. Zijn we er. En plotseling zien we ook mensen die maskers en hoedjes gaan opzetten. Best wel heel apart. Het is, wat is het, 5 voor 12? We zijn weer goed voorbereid. Wat zijn we? We zijn weer goed voorbereid. Ja, goed ingelezen, ja, not. Dus, nou, nog een paar minuutjes. En dan gaat het gebeuren. De spanning stijgt. Twee. Leuke tradities. Mensen, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, alle beste wensen voor jullie. Dat het maar een mooi jaar mag worden. Goedemorgen, 1 januari 2023. Het jaar is nu echt begonnen. En wij gaan er van tussen. Waar gaan wij heen? We gaan een ontbijtplekje zoeken ergens aan het strand. Ja. Want en? Ja? De lucht wordt blauw. Ja, de lucht wordt blauw. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, jij, ik niet. Nee, ik ga kijken. Ik heb niet eens een badpak bij. Oh, nou, ja, kijken naar de nieuwjaarsduik van de bejaardensoos. Ja. Of ik moet jouw rode onderbroek lenen. Da-da-da-da. We gaan. En we hebben ons ontbijtplekje gespot. Aan het strand. Een haventje op de achtergrond. En speciaal voor ons hebben ze een bankje neergezet. En gaan we lekker in de zon even ontbijten. Een beetje. Ja. Kijk nou, mijn eigen schaduw. Zo laag staat de zon nog, hè? Ja. Eten. Plekje, dus we gaan even kijken. Zie je die oude paardentrein? Ja, of zo? Ja. Geweldig, hè? Een huis met 2 verdiepingen. Ja. Maar dit is zo'n plek waar heel veel mensen heel lang staan. Ja. Dus hier gaan we ook nog een keer een nachtje doorbrengen. Maar niet nu. Maar kijk eens hoe vol, hè? Heel veel mensen. Ja, heel veel. Ongelooflijk. En dan heb je daarboven nog. Ja, kijk, gewoon een hele complete bus, joh. Ja, wel gaaf, hoor. Gaaf. Zo, en je die vega. Gaaf, 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 gaaf. Ja. Om te gaan kijken, hè? Ja. Echt superleuk. Nee, er is een restaurant bij. Ja. Ja. En daarboven is ook... Is dat een rij naar gebouwd? De getoonde route, alsjeblieft. Ja, super. Zo, redelijk scheef. Kijk, daar heb je die sculptuur. Ja, daar. Ja, hier gaan we ook nog een keer een nachtje doorbrengen. We gaan het gewoon doen. Ja. Leuk, 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 leuk. Italianen, Duitsers, ja. Spanjaarden, veel Fransen. Ja, ongelooflijk veel Fransen. Ah ja. Hier mag je geen fikje stoken. Nee. En als je met een grote camper bent... Ja, om hier dan omhoog te komen, dat is een dingetje. Er staat zelfs een caravannetje, joh. Ja. Geweldig. Kijk nou, joh, die Lilies Weltreizen. Dat is een mooie... Geweldig. Een mooie kijk, een grote motor achterop. Zo leuk. Mooi ding.
Hier wonen mensen gewoon. Ja. Kijk, het is gewoon een dorp. Ja. Ongelooflijk. Veel Duitsers. Ja, heel veel Duitsers. Boven wonen veel Duitsers. Ja. En Lily is dus alleen op pad. Dat is die mevrouw met die siliconenfabriek. Heeft ze siliconen? Ja. Nou, is ook precies met de stijl. Wacht even zo. Ja. Kijk eens, nou, zo'n grote zonnepanelen erop. Geweldig. Geweldig, geweldig. Wat is dat voor een auto? Dit is toch gaaf, hè? Ze heeft een website. Wat is dat? Instagram? En wat is dat middelste? www.lily-weldreizen.world Lily Mouse, Lily's World Trip. Nou, geweldig. Als je heel goed kijkt, bij die lagere palmboom daar, zie je zo'n dakje omhoog staan. Dat is Buske. We zijn in Isla Plana bij de traditionele nieuwjaarsduik van de Nederlandse vereniging hier. Wij dachten we zijn met een man of acht, maar er is al een groepje weg. Het is super gezellig. De barbecues staan aan, de koelboxen zijn erbij. Er wordt gebabbeld van hier tot Tokio, geweldig. Het is super gezellig. En wij gaan nu aansluiten. Lekker een hamburgertje eten. En genieten van al dit moois. Kijk toch eens. Wat een uitzicht. Kijk, en dan soms krijgen mensen nog de neiging om een voorzichtige nieuwjaarsduik te doen. Mensen, het is 1 januari 2023, hè.